Het is 2 uur. Welkom bij dit webinar over NIS 2 van Verdon Klooster en Associates en JPR Advocaten. We gaan beginnen met het programma. Vooraf een paar woorden ter introductie. Het is de derde in een webinarreeks over impact en implementatie van nieuwe wetgeving. De opzet is elke keer hetzelfde, namelijk we gaan eerst een blokje praten over de impact, dan met name de juridische impact. En het tweede blokje gaat over de praktische gevolgen ervan, de implementatie. Wat moet je doen om aan de wetgeving te voldoen? Vandaag het onderwerp NIS 2. We hebben het eerste deel dat wordt verzorgd door de JPR-advocaten. En dat zijn Yasar Bayram en Luc Wassink die hierover een presentatie gaan geven. Het tweede deel wordt verzorgd door mijn collega Koos van der Spek, cybersecurity consultant VKA. En die gaat in op de impact op praktisch gebied. We gaan straks over naar de presentaties. Eerst moet ik nog even vertellen dat er opnames gemaakt worden. De opnames van de webinar komen beschikbaar via de website van VKA. Vragen kunnen via de chat gesteld worden. Aan het eind van elk blokje presentatie gaan we even kijken naar de vragen en dan beantwoorden we die. Voor zoveel mogelijk komen we er niet aan toe, dan sturen we die na afloop van het webinar met een pakketje informatie. We gaan beginnen met het eerste deel. Daar zitten de twee advocaten van JPR. Zij gaan jullie meenemen in de impact van NIS 2 op juridisch gebied. Bedankt voor de introductie, Dorcian. Voordat ik inga op de inhoud en de richtlijn ga bespreken samen met Luc, zou ik mezelf kort even voorstellen. Ik ben Yasar Bayram, advocaat sinds 2018 en werkzaam bij JPR Advocaten. En in de dagelijkse praktijk hou ik me met name bezig met IP, IT en privacyrecht. En als onderdeel daarvan cybersecurity. En naast mij zit mijn collega Luc Wassink. Ik ben Luc, ik ben ondertussen al dit jaar ook bij JPR werkzaam. Mijn passie zit vooral in het privacyrecht. En dat heeft natuurlijk ook wel raakvlakken met cybersecurity. En in het eerste deel, zoals Dorcian zojuist vertelde, gaan we vooral in op de juridische aspecten van de nieuwe NIS-richtlijn. En daarbij zullen we ook ingaan op de vraag waarom er überhaupt behoefte was van de Europese Unie voor een nieuwe cybersecurity richtlijn. We zullen ingaan op het toepassingsbereik van de richtlijn en zullen een aantal belangrijke plichten bespreken, zoals de beveiligingsplicht, de meldplicht en informatieplicht die volgen. En tot slot gaan we in op een aantal handhavingsinstrumenten die volgen uit de richtlijn en toezichtmechanismen. De netwerkinformatiebeveiligingsrichtlijn in 2016 is door de Europese wetgever de eerste NIS-richtlijn aangenomen. Omdat het een richtlijn is en geen verordening, net als de AVG, moest het worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. En in Nederland is dat gebeurd in de wet beveiliging netwerk en informatiesystemen, ook wel bekend als de WBNI. En daarbij behoort het besluit WBNI. En deze zijn van kracht sinds 2018. En het doel van die richtlijn was het creëren van een hoog gemeenschappelijk niveau van cybersecurity binnen Europa. Omdat er toenemende digitalisering was, met name van alle vitale processen. En er een toename was van cyberincidenten die... doordat die vaak ook op vitale processen plaatsvonden, tot maatschappelijke ontwrichting en schade konden zorgen. En dat was dus de reden achter de eerste NIS-richtlijn. En meteen na implementatie van die richtlijn is de Europese Unie begonnen met de evaluatie daarvan. En het bleek dat die richtlijn een beetje achter begon te lopen, dat er veel implementatieverschillen waren tussen de verschillende lidstaten. En dat leidde tot versnippering van de interne markt van de Europese Unie. En er zorgde ervoor dat de Europese Unie minder weerbaar was dan verwacht. En ook was het cyberdreigingslandschap uitgebreid. Er waren steeds meer en steeds heftigere cybersecurity incidenten. En dat heeft geleid tot een vernieuwing van de eerste NIS-richtlijn, de NIS-2-richtlijn, die door de lidstaten volgend jaar 17 oktober uiterlijk geïmplementeerd moet zijn in de nationale wetgeving. En met deze
ja, richtlijn haalt de Europese Unie dus eigenlijk de cybersecurity teugels aan. En ja, met als hoofddoel het vergroten van de digitale weerbaarheid van vitale organisaties. En een van de belangrijkste wijzigingen is het toepassingsbereik van deze richtlijn. En daar zal Luc nu nader op ingaan. Ja, toepassingsbereik vergroot zeer onder de NIS 2 ten opzichte van de NIS 1. De oude indelingen vanuit de NIS 1 komen dan ook te vervallen. En om erachter te komen of een instantie onder de NIS 2 richtlijn zal vallen, zijn er 4 uitgangspunten. Als eerste moet de instantie een publieke of particuliere entiteit zijn. Dus dat betekent dat consumenten daar in ieder geval niet onder zullen gaan vallen. Als tweede moet het binnen een zeer kritieke of een andere kritieke sector vallen. Daar kom ik zo meteen nog op terug, hoe dat precies eruit ziet. En het moet een middelgrote organisatie of een grote organisatie zijn. Dat wordt ook zo meteen nader behandeld. En de diensten moeten worden verleend of activiteiten moeten worden verricht in de Europese Unie. En wat daarbij ook wel van belang is, is dat de instanties dadelijk zelf die beoordeling zullen moeten gaan maken. Het kan wel zijn dat de Nederlandse wetgever bij de implementatie ook bepaalde instanties specifiek gaat aanwijzen. Daar kom ik straks ook nog op terug. Dat zijn vaak wel uitzonderingssituaties. Nou, hoe zit het dan met dat toepassingsbereik? Op deze slide hebben we een tabel opgenomen waarin eigenlijk 2 niveaus zijn opgenomen. De bovenste gedeelte, daar staan de grote en de middelgrote organisaties. En je moet dus onder een grote of een middelgrote organisatie vallen om onder de NIS te vallen. Daarnaast moet je ook binnen een zeer kritieke sector of een andere kritieke sector, daar moet je ook actief in zijn. En nu is het zo dat een middelgrote organisatie, dan moet je dus tussen de 50 en de 250 werkzame personen hebben. En de jaaromzet en het balanstotaal moet tussen 2 bepaalde bedragen zitten. Kom je daarboven bij een van die 3 criteria, ja, dan ben je een grote organisatie. En dat heeft weer van invloed op 2 van de belangrijkste manieren van onderscheid in de NIS. Dus het is eerst van belang of je überhaupt onder de NIS valt. Daarvoor moet je dus een middelgrote of een grote organisatie zijn binnen een van de 2 kritieke sectoren, dus de zeer kritieke of de andere kritieke. En dan wordt gekeken of je een essentiële entiteit bent of een belangrijke entiteit. En essentiële entiteiten die krijgen net wat meer plichten op zich. Die zullen net wat strenger aan de NIS worden gehouden. En essentiële entiteiten, dat zijn enkel de grote organisaties die ook in een zeer kritieke sector actief zijn. Dus enkel die combinatie van deze 4 categorieën is een essentiële entiteit. Alle andere mogelijkheden die hieruit voortkomen zijn altijd belangrijke entiteiten. Dus bijvoorbeeld een middelgrote organisatie binnen de zeer kritieke sector, dat is ook een belangrijke organisatie. Nou, we hebben hier een tabel opgenomen, die is vooral bedoeld ook als naslag. We zullen deze sheets ook later ter beschikking stellen. Dus hier kunnen jullie goed nalezen welke sectoren er al precies onder vallen. Maar wat deze tabel ook vooral ook nog laat zien is dat eigenlijk alles wat hier rood is, nieuw is ten opzichte van de NIS 1. Dus hier is wel echt aan te zien dat er een forse uitbreiding is. En bij de implementatie zal de Nederlandse wetgever wel ook echt duidelijk moeten gaan maken welke instanties nou precies ook onder een bepaalde sector valt. En bij sommige sectoren zal dat vooral wat duidelijker zijn dan bij andere. De overheid is bijvoorbeeld een nieuwe sector die onder de NIS 2 van toepassing is. Het is nog de vraag wat daar precies vanuit de Nederlandse wetgever onder gaat vallen. Nou, dan wordt nog als laatst een bepaalde uitzonderingsgevallen. Dus organisaties die niet onder de voorgaande voorwaarden vallen, dus bijvoorbeeld bedrijven met maar 10 werknemers, die kunnen toch onder de NIS 2 vallen als ze onder een van de categorieën op deze slide vallen. Nou, die eerste tot en met de 4e categorie, dat zijn vooral aanbieders en diensten die gericht zijn op het internet. Dus aanbieders van top-level domeinnamen, daar zit SIDN een voorbeeld van. En de 5e, de aanbieders van diensten essentieel voor de instandhouding voor kritieke maatschappelijke of economische activiteiten. Dat is ook nog een restcategorie waar de Nederlandse wetgever bepaalde instanties onder kan laten vallen. En als laatste is het van belang dat ook echt overheidsinstanties specifiek aangewezen kunnen worden. Daarbinnen is de rol van gemeentes nog niet helemaal duidelijk. Daar moet de wetgever ook duidelijkheid over gaan geven.
En er is ook op dit moment ook wel een roep gaande om daar snel duidelijkheid over te geven, zodat de instanties ook snel aan de slag kunnen. Ja, en als de NIS2-richtlijn dus op je van toepassing is als belangrijke of essentiële entiteit, ben je verplicht om passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dit is niet vernieuwend ten opzichte van de eerste NIS-richtlijn. En die maatregelen die moeten vooral zien op het voorkomen van incidenten en het minimaliseren van de gevolgen daarvan. Wat deze passende maatregelen zijn, wordt opgesomd in artikel 21 NIS 2. En Koos van der Spek zal in het tweede deel van dit webinar daar nader op ingaan. Wat de NIS 2 daaraan toevoegt, is dat het bestuur ook echt daarbij centraal staat. Dus bestuur van een entiteit, die krijgt verantwoordelijkheid voor die beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden. Die beveiligingsmaatregelen moeten ook door het bestuur worden goedgekeurd. En als die beveiligingsmaatregelen dan niet conform die nieuwe richtlijn worden genomen, dan kan het bestuur van een entiteit daar ook op worden aangesproken. Daarnaast moet het bestuur zich ook scholen op het gebied van cyberbeveiliging. Dus dat is iets dat nieuw is ten opzichte van de eerste NIS-richtlijn en de WBNI. In de NIS-2-richtlijn is gekozen voor een risicogebaseerde benadering van beveiliging. De maatregelen moeten gezien de stand van de techniek zijn afgestemd op de risico's die zich voordoen. Alle entiteiten dienen dus na te gaan wat noodzakelijk is en wat haalbaar is op basis van eventuele risico's die spelen. Het hoeft dus niet zo te zijn dat onderdelen waar de risico best wel laag is, dat daar dan hele dure beveiligingsmaatregelen voor genomen hoeven te worden. Naast de IT-beveiligingsmaatregelen moeten ook fysieke beschermingsmaatregelen genomen worden. En waarin de NIS2-richtlijn ook afwijkt ten opzichte van haar voorganger, is dat ook maatregelen ten aanzien van toeleveranciers genomen moeten worden. Dus eigenlijk spoort de nieuwe richtlijn entiteiten die belangrijk of essentieel zijn aan om cybermaatregelen in contracten met leveranciers op te nemen. Wat een beetje lijkt op verwerkersovereenkomsten die in het kader van de AVG wel erg vaak zijn gesloten. Naast de beveiligingsplicht voorziet de NIS2-richtlijn ook in een meldplicht. Nou, die meldplicht die geldt voor significante incidenten, dus niet alles hoeft gemeld te worden. En dit begrip is verruimd ten opzichte van de eerste NIS-richtlijn, de WBNI. Want daarin was daadwerkelijke schade vereist om meldingsplichtig te zijn. En dat geldt niet meer. Volgens de richtlijn is er sprake van een significant incident. Indien het incident ernstige operationele verstoringen of financiële verliezen van de getroffen entiteit veroorzaakt of kan veroorzaken. Of indien het incident andere natuurlijke of rechtspersonen heeft getroffen of kan treffen door aanzienlijke materiële of immateriële schade te veroorzaken. Nou, als er dus sprake is van zo'n significant incident, dan moet dit gemeld worden bij een CSIRT die betrokken is, een Computer Security Incident Response Team, of bij de toezichthouder die bevoegd is in die sector. En wie de bevoegde toezichthouders in een bepaalde sector zullen zijn, dat moet nog uitkristalliseren. Op grond van de WBNI zijn al wel een aantal toezichthouders bekend, bijvoorbeeld Rijksdienst Digitale Infrastructuur, dat voorheen agentschap Telecom was, Nederlandse Bank bijvoorbeeld, Inspectie Leefomgeving en Transport. Maar daar zullen dus nog wat toezichthouders bij komen. En nadat zo'n incident plaatsvindt, significant incident plaatsvindt, is een entiteit verplicht om dit incident ook bij de toezichthouders binnen 24 uur te melden. En dat is dan een allereerste. Die hoeft niet heel veel in detail, daar hoeft niet heel veel in detail getraind te worden. Maar dat is een waarschuwingsmelding van het feit dat een incident heeft plaatsgevonden. Een tweede melding die moet volgen binnen 72 uur. En die moet wel wat uitgebreider zijn. Die moet ook een initiële beoordeling van het incident bevatten.
En ook informatie bevatten over de ernst van het incident en de ernst van eventuele gevolgen van dat incident. En na een maand nadat een incident heeft plaatsgevonden, moet er een eindverslag bij de toezichthouder worden ingediend. En in dat eindverslag moet gedetailleerd beschreven worden wat er is gebeurd, welke maatregelen er zijn getroffen en welke maatregelen nog lopen. En wat alle gevolgen van die incidenten zijn geweest. Ook voorziet de NIS2-richtlijn in een informatieplicht. En dat is dan een informatieplicht tegenover afnemers van de diensten. Wanneer er een significante cyberdreiging is voor een bepaalde essentiële of belangrijke entiteit, dan kan het zo zijn dat dat gemeld moet worden bij de afnemers van die dienst. En dat is wanneer er aanzienlijke materiële of immateriële schade kan worden veroorzaakt. Dan wel richting de entiteit, dan wel richting de gebruikers van de diensten van die entiteit. En als daarvan sprake is, dan moet dat dus bij die afnemers van die diensten gemeld worden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een situatie dat er hardnekkige geruchten op het internet zijn dat er een DDoS-aanval zal plaatsvinden op jouw organisatie. In dat geval ben je dus verplicht om dat te melden bij mensen die diensten van jouw organisatie afnemen. Omdat dit die betrokkenen de gelegenheid kan bieden om in maatregelen te nemen, zodat schade ontlopen kan worden. De informatieplicht. Ook een beetje vergelijkbaar met de informatieplicht conform de AVG. Dus als organisatie is het goed om je af te vragen of de interne procedures en processen zo zijn ingericht dat je kan voldoen aan de informatieplicht, maar ook aan de overige plichten die ik zojuist heb besproken. Ja, nu hebben we dus de plichten besproken. Het is natuurlijk ook wel interessant om te kijken hoe het dan zit met de handhaving en de toezicht op die plichten. De NIS 1 die had eigenlijk enkel een plicht, legde die aan lidstaten op om ervoor te zorgen dat bevoegde autoriteiten, dus bepaalde toezichthouders, de juiste bevoegdheden en middelen hadden. En onder die bevoegdheden zat bijvoorbeeld de mogelijkheid om informatie op te vragen of bindende aanwijzingen op te leggen. En het toezicht onder die WBNI, onder de NIS 1, lag bij verschillende autoriteiten. En die konden daarbij ook gebruik maken van bestuursrechtelijke bevoegdheden, dus vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht. Nou heeft de NIS 2, die voegt daar een aantal zaken aan toe. Het is eigenlijk een uitbreiding van enkel een plicht tot het scheppen van bepaalde juiste kaders, naar echt het zorgen van, moeten zorgen voor effectief toezicht en ook het nemen van noodzakelijke maatregelen. Dus dat is een wat dikker aangedikte maatregel, dus dat gaat net wat verder. En wat daarbij dan ook echt nieuw is in de NIS 2, is dat er proactief en reactief toezicht is. En daar komt ook dat verschil tussen die essentiële en belangrijke entiteiten terug. Het op essentiële entiteiten wordt proactief toezicht gehouden voornamelijk, en op de belangrijke entiteiten wat meer reactief toezicht. En er zijn er ook voor die essentiële entiteiten alleen ook wat verzwaarde maatregelen. Als een bedrijf, een entiteit zich niet houdt aan een bindende aanwijzing of een waarschuwing, dan kan de toezichthouder daar een termijn instellen. Als ze zich daar ook weer niet aan houden, dan kunnen die verzwaarde maatregelen worden genomen. En in de NIS 2 zijn er dan een aantal nieuwe maatregelen opgenomen, wat bijvoorbeeld het tijdelijk opschorten van een certificering of een vergunning is, het tijdelijk verbod op het uitoefenen van een leidinggevende functie, zodat het bestuur vooral niet blij mee zijn. En ook uiteindelijk zelfs bestuurse aansprakelijkheid is ook echt een uiterste mogelijkheid. Die verzwaarde maatregelen gelden echter niet voor overheidsinstanties. Dat is wel een belangrijke toevoeging. Nou, wel concreet iets uit de NIS is de boetes. Die zijn ook veranderd. Dat is namelijk een stevige aanscherping. Want in de eerste richtlijn mist ook echt een koppeling naar de jaaromzet. Dat is veranderd. Die is er nu wel. Dus tot maximaal 2% van de wereldwijde jaaromzet bij essentiële entiteiten kan een boete worden gegeven. Dus in theorie kunnen daarmee een stuk hogere boetes worden opgelegd. En die boetes kunnen worden opgelegd bij het niet naleven van de eerder besproken plichten. En dat kan ook bovenop andere maatregelen. Het is echter niet mogelijk om voor één incident zowel een boete op grond van de AVG als
komt van de NIST ontvangen. Dus dat kan niet op elkaar gestapeld worden. En het is ook echt afwachten hoe nou strikt gehandhaafd zal worden in het begin. En als we ook kijken naar de AVG, dan ging dat allemaal eerst niet zo snel. Maar uiteindelijk zijn er wel degelijk boetes uitgedeeld. Dus het is wel verstandig om daar gewoon op tijd mee aan de slag te gaan. Ja, dus kort samengevat, wat zijn de belangrijkste veranderingen die de NIS 2-richtlijn teweeg brengt? Met name dus breder toepassingsgebied van de richtlijn. Er zijn veel meer entiteiten die, waarop deze richtlijn van toepassing is. De beveiligingsmaatregelen die zijn uitgebreid. Met name de rol van bestuur die echt centraal komt te staan en die ook ter verantwoording kan worden geroepen. Voor de meldplicht is geen daadwerkelijke schade meer vereist. En bij een significante cyberbedreiging moeten ook klanten, betrokkenen bij een instantie, afnemers van diensten van een entiteit, die moeten ook ingelicht worden. En ook, zoals Luc het zojuist vertelde, verzwaarde handhaving, hogere boetes en bestuurdersaansprakelijkheid dat in deze nieuwe richtlijnen wordt geregeld. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, zoals ik aan het begin van onze presentatie aangaf, moet uiterlijk oktober 2024 de richtlijn geïmplementeerd zijn in Nederland. De verwachting is dat de internetconsultatie in de zomer van dit jaar plaats zal vinden. We hebben gezien, zoals jullie ook rechtsbovenin kunnen zien, dat dat niet helemaal op schema loopt. Ja, wat dat precies betekent, dat durf ik niet te zeggen, maar voor hetzelfde geld lukt het niet om die internetconsultatie al in de zomer van het jaar plaats te laten vinden. En dan zal het iets opschuiven. En de inwerkingtreding van de implementatiewet uiteindelijk wordt eind volgend jaar verwacht. Nou, ons advies is begin op tijd met de voorbereidingen op deze nieuwe richtlijn. Ook als je twijfelt of deze wel op je van toepassing is. Of je twijfelt of je wel een belangrijke of essentiële entiteit bent. Zodat zowel systemen als gegevens van jouw organisatie beschermd worden. En ook voor mensen die betrokken zijn bij jouw organisatie. Die diensten van jouw organisatie afnemen. Want ja, dat zorgt ook voor vermindering van risico op dure beveiligingsincidenten en de gevolgen van incidenten. Verbetert de cyberweerbaarheid van je organisatie. De meeste van jullie zullen daar ook heel goed mee bezig zijn, verwacht ik. En als er geen incidenten plaatsvinden, is dat natuurlijk ook goed voor de reputatie van een organisatie. Want we hebben de afgelopen tijd gezien dat er bij veel overheidsinstanties, maar ook andere instanties, wel eens wat beveiligingslekken kunnen zijn. En dat is niet iets dat fijn is. Dus dat is het juridische gedeelte van ons webinar. Mochten er wat vragen zijn, stel ze in de chat. Dan kunnen wij die beantwoorden als we daar een antwoord op hebben. En anders kunnen we ook even die antwoorden uitzoeken en het jullie nasturen. Dankjewel voor deze heldere presentatie. Ik begrijp dat die consultatieversie van de wet, dat die een belangrijk volgende stap wordt om te weten hoe de richtlijn precies wordt ingevuld. En tot die tijd moeten we het nog even doen met de richtlijn. Ja, precies. Er zijn op dit moment nog geen vragen via de chat binnengekomen. Dus dat kan nog. We krijgen aan het eind van het webinar nog een keer een vragenrondje. En dan kunnen we ze alsnog voorleggen aan sprekers. Dan is het, denk ik, nu het best. Ik zie nu wel iets binnenkomen. Ik lees voor. Overheden hebben momenteel te maken met het bionormenkader. Is er een relatie tussen bio en NIS 2? Moeten gemeenten straks beide kaders hanteren en dus implementeren? Ik moet zeggen dat er misschien iets meer voor gekozen. Ja, ik ga straks wel even in op die kaders en ik hoop je daarmee ook te kunnen antwoorden. Ja. Dan is een goed moment om over te gaan naar het tweede deel van het webinar, de presentatie van Koos van Spek. En dan gaan we nader kijken naar de implementatie en met name de cybersecurity kanten.
Joost, woord naar jou. Ja. Nou, dankjewel. En ook dankjewel voor de collega's die het eerste stuk besproken hebben. Ja, ik zie er een hoop bekenden ook in de deelnemers zijn, dus welkom jullie ook allemaal. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Koos van der Spek. Al 35 jaar in het vak van informatiebeveiliging, cybersecurity, business continuity en privacy. En ja, ik ga jullie mee met de vraag van ja, oké, als nu het juridische kader wat je nu gezien hebt, wat komt er nu op ons af? We krijgen vragen, wat moeten we nu echt concreet gaan doen? En ik neem jullie mee in een aantal zaken die de NIS 2 daar ook over, concreet over roept. Met een toelichting erop hoe je dat ook het beste kunt gaan aanlopen. Ja, er werd net al gewezen, artikel 21 van de NIS 2, die geeft ook het meeste inzicht in maatregelen. Ze zijn ook letterlijk genoemd in artikel 21. Dat is ook een verschil met de WBNI. En de WBNI werden niet letterlijk dit soort zaken zo genoemd zoals je dat in de NIS 2 ziet. Dus vandaar dat het ook ja, wat makkelijker is om daar ook goed naar te gaan kijken. En wat je dan dus ook echt nodig hebt, waar ook zeker de toezichthouders ook naar gaan kijken. En dan kijken we ook van ja, wat was er allemaal? En vanuit de WBNI was er al een implementatieplicht, maar die was voor een veel kleinere groep organisaties, zoals jullie net ook hebben kunnen horen. Die groepen zijn aanzienlijk groter geworden. En ook die groep moet zelf bepalen of ze onder de, welke regeling ze van de NIS 2 ook gaan vallen. Wat heel helder is, dat de NIS 2 ook heel nadrukkelijk verwijst naar het gebruik van erkende standaarden voor de implementatie. Nou, daar kwam net zo even ook die vraag over de BIO over uit. Ik heb ze nog maar even opgezond. De ISO 27001 en 2, ja, dat is de meest bekende natuurlijk, die vooral ook voor de kantoorautomatisering wordt gebruikt. NEN 7510 voor de zorgsector. De BIO, de standaard voor de overheid. Kijk, de NIS 2 die zegt niet per se je moet deze of je moet die standaard nemen. Ze doen daar geen uitspraak over. Ze zeggen gewoon dat er gebruik gemaakt moet worden voor erkende standaarden. Nou, er zijn, de allerbovenste is natuurlijk een internationale standaard. NEN 7510 is een vertaling in Nederland voor de Nederlandse zorgsector. En de BIO is een vertaling van de ISO 27001 en 2 voor de Nederlandse overheid. Maar dat is op zich natuurlijk ook een prima standaard, omdat daar rekening gehouden is met het specifieke werk wat de overheid doet. Nou, en die daaronder, de IEC 62443, hetzelfde verhaal, die is meer gericht op procesautomatisering. Dus vooral voor die partijen die ook procesautomatisering in huis hebben. En dat zijn niet alleen bedrijfsleven, maar dat zijn ook overheden die bruggen, sluizen en verkeerssystemen moeten bedienen. Dan is het handig om die standaard, die wat nieuwer is dan de ISO 27001 en 2, om die er goed op na te slaan om te kijken wat je dan voor maatregelen moet nemen. Dan heb je nog een specifieke vertaling bij Rijkswaterstaat. En ook de waterschappen maken daar gebruik van, dat is de CESIR. Cybersecurity implementatierichtlijn. Ook gemeentes en provincies kijken daar vandaar, want dat is een vertaling van de IEC 62443, specifiek voor de omgeving van Rijkswaterstaat met bruggen, sluizen, keringen en dat soort objecten. Dan heb je nog de NIST, meer internationaal en Amerikaans gericht. Pragmatische standaard wordt ook in Nederland voor het bedrijfsleven ook al veel gebruikt. En dan heb je nog standaarden voor risk management en business continuïteit. Ja, en dan komt er nog een ETC. Er zijn er vast nog veel meer standaarden, maar dit zijn op zich wel de meest bekende die ik hier zo weet weer te geven. Ja, wat is nu het belangrijkste? Waar moet je nou mee beginnen? Want ik kan natuurlijk makkelijk zeggen, pak een standaard en ga maar implementeren. Maar ja, dat wordt het zoveel als je nog zeg maar aan het begin staat, dat het niet meer te overzien is. Dus laten we eens kijken waar we op uit gaan komen. Als we kijken naar de hoofdzaken uit de NIS 2, ik begin maar met basis op orde. Ik ga straks wel even toelichten welke onderdelen naar mijn beeld daar dan onder vallen. Nou, je hebt net al gehoord dat het risicogebaseerde aanpak dat dat belangrijk is. Kijk, de wetgever weet ook heel goed dat als je nog veel moet doen op het gebied van cybersecurity maatregelen, dat het onmogelijk is om daar voldoende middelen te hebben om alles tegelijk op te pakken. Dat ga je gewoon niet bolwerken. Dus vandaar risicogebaseerd. Je kijkt naar je grootste risico's. Die kun je ook prioriteren, kun je als eerste gaan aanpakken, zodat je ook je grootste risico's als eerste ook hebt gemitigeerd. Wat ook erg belangrijk is, continuïteit van je bedrijfsvoering. We willen natuurlijk allemaal dat water uit de kraan blijft komen, dat de stroom uit het stopcontact blijft komen. Dus die continuïteit die is ontzettend belangrijk. Ook daar wordt meer focus op gelegd. Ja, en dan, als er dan toch iets misgaat, ja, heb je dan het proces in place voor incident response? Daar ga ik straks ook op in. En het woord certificering is net al gevallen. Ook in de NIS 2 wordt ook de nadruk gelegd op certificering van diensten en producten. En wat dan belangrijk is, van
dat je ook naar de techniek, de stand van de techniek gaat kijken. Dus niet verouderde techniek, niet echt complete releases achter gaan lopen in software, dat soort zaken. Zorg dat je bij de tijd blijft met de stand van de techniek. En ik weet zeker dat de toezichthouder daar ook absoluut oog voor zal hebben. Eerst maar eens de basis op orde. Dus voorzien in een minimale set van bewaringsmaatregelen. Eigenlijk moet je deze dingen allemaal minimaal ergens in place hebben. En een van de eerste dingen die geroepen wordt is, heb je wel informatiebeveiligingsbeleid? Dus natuurlijk op zich is dat papierwerk, dat schrijf je op wat je doet. Maar dat is wel het kader waarbinnen jij gaat werken, waarbinnen je voor jouw organisatie aangeeft, dit vind ik belangrijk, daar ga ik mijn aandacht op vestigen. En dat zowel voor je IT-omgeving als voor OT, dus ook voor je procesautomatisering. Wat ook belangrijk is dat er aandacht gegeven wordt aan awareness en training voor bewustwording. En dan niet alleen voor de gewone medewerkers, maar in dit geval ook specifiek nadrukkelijk aangegeven dat ook bestuurders ook meer kennis moeten hebben van cybersecurity en de risico's die ze daarmee kunnen lopen. Dus ook dat schaar ik onder awareness, training en bewustwording. Nou, kun je doen met phishing campagnes en met specifieke trainingen. En er zijn partijen voor die dat bieden in de markt. Wat natuurlijk heel belangrijk is, dat je weet wie er bij je applicaties en bij je systemen mogen komen. Dus identiteit en toegangsbeheer, ja, dat wordt expliciet genoemd ook in de NIS 2. Maar wat ze daar nog aan toevoegen, dat het absoluut ook met multifactor authenticatie moet gebeuren. Dus niet meer alleen gebruikers naar wachtwoord, maar je moet er nog extra middelen gebruiken om die toegang zekerder vast te stellen, dat je ook zeker weet wie waarbij mag. Nou, een van de normale processen die je daar gebruikt is het vaststellen van rollen, daar autorisaties aan toekennen en dan die rollen toewijzen aan medewerkers. Maar er zijn natuurlijk meer manieren om dat te kunnen doen. Wat ook belangrijk is, segmentering van je netwerken. Dus je netwerk opdelen in kleinere delen. We hebben gezien in de hack bij de Universiteit van Maastricht, dat was één plat netwerk, zeg maar. Als hackers binnen waren, kon ze gelijk ook overal bij. Segmentering die voorkomt dat als een hacker ergens binnenkomt, dat hij er ook gelijk overal bij kan komen. En wellicht zie je dan op tijd dat er iets gebeurt intern en kun je dan nog op tijd stoppen. En daarmee blijft de schade kleiner. Nou, malware-scanning hoef ik natuurlijk niet uit te leggen. Dat is al vele jaren op belang om dat goed te gaan doen. Dus absoluut ook noodzaak om daar aandacht aan te geven. Maar ook monitoring op je netwerk en je applicaties. Kijken of je daar vreemde dingen ziet, zodat je op tijd een signaal krijgt van hier gebeurt iets wat we eigenlijk toch niet willen. Dus dan kun je dat verder ook nader gaan onderzoeken. En zoals ik net al aangaf, software-updates en patching. Dus zorg dat je applicaties bij de tijd blijven. En dat je kwetsbaarheid op tijd wegneemt. Dat gaat zeer, zeer zeker zwaarder aangezet worden in de NIS 2. En zullen ook de toezichthouders ook meer op gaan letten. Encryptie is een hele discussie geweest in de conceptwetteksten. Omdat partijen vonden dat het wel erg zwaar aangezet was. Maar encryptie is feitelijk je gegevens tijdens transport beveiligen met encryptie. En bij opslag beveiligen bij encryptie. En dan heb je daar al, denk ik, al heel goed je best gedaan om dat goed handen en voeten te geven. Nou, en zoals net aangegeven, fysieke toegangsbeveiliging gaat ook aandacht krijgen. Het moet niet zo zijn dat iemand zomaar binnen kan lopen in jouw kantoor en daar binnen kan komen in een omgeving waar eigenlijk die persoon niet hoort. Dit is onderdeel van basis op orde. Nou, dan gaan we kijken naar risico gebaseerd. Zoals aangegeven, je hebt maar een beperkt budget. In ieder geval niet een oneindig budget, zeg maar, om dingen te doen. Dus je gaat eerst je grootste risico's aanpakken en zorgen dat je die kan mitigeren. En wat er ook vaak bij komt kijken is van, wat voor risk appetite heb je bij je organisatie? Dus hoeveel risico durf je te accepteren? Dus niet hoeveel risico's, maar hoeveel risico durf je te accepteren? Wij verwachten dat als je een essentiële entiteit bent, dat de wetgever daar wat minder ruimte voor geeft dan voor andere partijen. Dus dat zullen ze wel waarschijnlijk inperken, maar dat is ook even afwachten wat de wetgever in Nederland daarvan gaat zeggen. Ja, en verder in de praktijk moet je dan natuurlijk risico's-analyses uitvoeren om te zien waar je risico's liggen. En dan kun je daar ook gepaste maatregelen op nemen. De plaatje die je erover ziet heb ik uit de standaarden gehaald, zodat je nog even kunt zien van oké, hoe ziet dat er dan ongeveer uit. Maar die ga ik hier verder niet toelichten. Zorgen dat je bedrijfsprocessen, dat die blijven werken door voorbereid te zijn ook op vertoringen. Om daar inzicht in te krijgen, kun je business impact analyses uitvoeren.
zodat je weet van wat zijn nou mijn meest kritische processen. Kijk, als je mensen vraagt in een organisatie, dan weten ze vaak wel ongeveer wat de meest kritische bedrijfsprocessen zijn. Maar je zou merken als je business impact analyses uitvoert, dat je dat nauwkeuriger neer kan geven. En dat er soms dan nog andere dingen uitkomen dan je van tevoren had bedacht. Dat leg je vast in een business continuity plan, zodat je het ook inzichtelijk kunt houden. En wat natuurlijk belangrijk is, dat je ook een crisismanagementplan met crisisteam inricht. Dat als er een crisis uitbreekt door een cybersecurity hack, dat je er ook op gesteld bent om daar onmiddellijk actie op te geven. En daar ook weerstand aan te geven, zodat je weer snel terug kunt naar de oude situatie. Waar heel veel de nadruk op gelegd wordt is oefenen van een cybersecurity crisis. Je ziet het nu ook al veel ook in de publiciteit, dat vaak gedaan wordt. Maar het is ontzettend belangrijk, want je kunt alles nog zoveel opschrijven in dikke boeken. Dikke boeken worden niet gelezen, zeg ik altijd maar. Maar zorg ervoor dat je oefent en schrijf op hoe je werkt tijdens je oefening. Dan zit je zo dicht mogelijk bij je bestaande werkprocessen. En als het dan echt een crisis is, dan weten de mensen ook beter wat ze moeten doen. Krijgen we incident response? Ja, dan is er al iets aan de hand. Er is al een hacker gesignaleerd, er is iemand binnengedrongen. En wat kun je dan nog doen? En dus effectief reageren op incidenten. Je ziet als bron NCC, die heeft daar een stuk over uitgewerkt. Maar dat plaatje wat je bovenaan ziet, is gewoon een internationaal plaatje ook. Wat ook overal gebruikt wordt. En dat begint bij preparation, dus voorbereiding. Nemen van preventieve maatregelen. En dat zijn preventieve maatregelen gericht op als er daadwerkelijk al iets aan de hand is. Dus heb je al backups gemaakt, zodat je die kunt gaan gebruiken? Heb je herstelplannen? Heb je disaster recovery plannen? Heb je een crisisteam ingesteld van tevoren? Dat moet je natuurlijk niet pas gaan doen. En gaan bedenken op het moment dat het crisis is. Dus dat wordt bedoeld met preparation. Dan krijg je een aantal andere stappen. Identification, dus vaststellen wat is de aard en de omvang. Containment, kan ik het inperken? Kan ik het indammen, zeg maar, zodat het zich niet verder gaat verspreiden? Nou, je kunt je voorstellen bij een ransomware-aanval wat ontzettend belangrijk is, dat je er op tijd bij bent, dat het maar alleen bijvoorbeeld binnen dat ene segment blijft en het niet verder gaat. Dan blijft de schade meestal ook wat meer beperkt. Uiteindelijk wil je ook eradication, dus het wegnemen van de kwetsbaarheden. Als je dat namelijk niet doet en je gaat de boel herstellen, dan blijft die kwetsbaarheid erin zitten, komt die hacker met dezelfde vaart weer binnen. Dus je wil het eerst wil je dat gaan herstellen. Daarna komt herstel. En uiteindelijk de lessons learned, wat hebben we hiervan geleerd en wat kunnen we hier verbeteren, zodat ons dit de volgende keer wat niet meer gaat overkomen of minder makkelijk gaat overkomen. Deze stap heb je vaak wel hulp nodig van specialistische diensten, zoals een security operating center, die ook vaak de monitoring voor hun rekening nemen. Ben je een wat kleinere organisatie en je hebt dat niet zelf, dan kun je dat uitbesteden. Heb je het plan om daar zelf ook meer in te gaan doen, maar nog niet voldoende om het nu al te doen, kun je daar een hybride vorm voor maken. En ben je een grote organisatie en genoeg financieel draagkrachtig, dan zou je kunnen besluiten om zelf een SOC in te richten. En alle smaken komen bij tegen. En daarnaast natuurlijk het meldproces, binnen 24 uur melden. Ja, dat moet je natuurlijk wel goed inregelen van wie mag melden, hou ik maar die tijden. Zodat er ook duidelijk als het is, wie gaat dit melden en kunnen wij dit op tijd ook faciliteren. Dan krijgen we als laatste certificering. Ook een heel belangrijk onderdeel. Een certificering van zowel diensten, van dienstverleners of je eigen dienst, als van producten. En dan kijken we toch weer even welke standaarden hebben we daar dan voor. We hebben net natuurlijk een wat lange lijstje gezien met standaarden, maar niet voor elke standaard kun je een certificaat verkrijgen, zeg maar, of kan afgegeven worden, omdat die dienst niet bestaat. Nou, voor ISO 27001 is wel de meest bekende. Je kunt ISO 27001 gecertificeerd zijn. Of jezelf laten certificeren daarvoor, of jouw dienstverleners daarvoor certificeren. En ik zeg nu in deze tijd, als je een externe dienstverlener hebt, die jouw IT-dienstverlening doet, dan moet je altijd zo'n certificering vragen, want dat is wel de eerste. De eerste basis hygiëne die je dan kunt vragen van je dienstverleners. Die EC 62443 is ook een standaard waar je tegenwoordig tegen kunt certificeren. Vooral dan in de hoek van de procesautomatisering. Maar wat die standaard ook doet is productcertificering. Dus er zijn ook leveranciers van producten die ook hun product conform de
de IEC 62443 en kunnen laten certificeren door onafhankelijke partijen. En daarmee kunnen ze zich onderscheiden van de concurrentie die dat nog niet gedaan heeft. En heb je als klant heb je beter zicht op de beveiligingswaarde van dat specifieke product. Nou, voor continuïteit hebben we gezien, is ook een belangrijk onderdeel waar naar gekeken gaat worden. Waar meer naar gekeken gaat worden. En ook daarvoor kun je eigen dienstverlening voor certificeren volgens de bijbehorende standaard. Nou, dan hebben we nog andere dingen genoemd. Comma criteria is een methode om producten en applicatie te evalueren tegen bepaalde normen. Er wordt veel gebruikt. Baseline Security Product Assessment wordt door de NBV gebruikt om niet staatsgeheime producten te beoordelen. Staatsgeheime producten maken ook gebruik van comma criteria of eigen eisen. Maar dit is dan voor ja, tot en met departementaal vertrouwelijk. Kun je op hun site vinden welke producten dat zijn. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, de RDI, vroeger agentschap, telecom. Die heeft een bijzondere rol. Dat is de Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit. Is die voor aangesteld. En dat betekent dat zij toezicht gaan houden op gecertificeerde producten, gecertificeerde diensten, of dat nog wel voldoet, of de kwaliteit voldoet, of het certificaat niet verlopen is, dat zij vooral controle doen op het certificering die anderen doen. Voor zover ik weet doen ze nog niet zelf certificering van producten, maar het kan zijn, ze werken ook samen met NBV, dat ze dat wel gaan doen. Dus het is ook zaak om dat in de gaten te houden welke rollen de RDI daarin expliciet gaat spelen. Nou, voor dienstverleners is het natuurlijk belangrijk om gecertificeerd te zijn, want ze gaan die vragen natuurlijk van hun opdrachtgevers krijgen. En als je eenmaal door een onafhankelijke partij gecertificeerd bent, dan heb je natuurlijk al een bewijs waarop je kunt laten zien dat jij je beveiliging wat beter op orde hebt. En het is, zo heb ik ook al gezegd, het belang van de toeleveringsketen, die is vele malen groter geworden, ook in de NIS 2, en die wordt eigenlijk onderkend. Zodat je daar als opdrachtgever ook op moet toezien dat ook die partijen hun beveiliging goed op orde hebben. Dus ook goede afspraken erover maken in de contracten. Maar die toeleveranciers hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid volgens de NIS 2. Waarop ze aangesproken kunnen worden dat zij ook aan die wet moeten voldoen. Dus het wordt voor opdrachtgevers wel iets makkelijker gemaakt. Zonder maar achterover te gaan leunen zou ik zeggen. Dat hun toeleveringsketen ook zelf, zeg maar, de verantwoordelijkheid hebben om dingen op te gaan pakken. En die ketenafhankelijkheid die is wel onderkend in de NIS 2. Dat is wel een erg belangrijk ding. Omdat we natuurlijk in incidenten van de afgelopen jaren gezien hebben dat daar toch ook vervelende dingen uit kunnen komen. Wij als eindleverancier of eindklant zou ik bijna zeggen, van afhankelijk bent. En dat is dan minder prettig. Ik heb hier in een nutshell genoemd de dingen die ik zo uit de NIS 2 heb gehaald. Er zijn er vast nog een aantal dingen nog meer te noemen. Ik heb bijvoorbeeld de Zero Trust kwam ik nog tegen. Nou, ik vind Zero Trust vind ik ook meer een begrip. Als je kijkt naar de dingen op beveiliging die ik nu genoemd heb. Als je daar allemaal aan voldoet, dan heb je ook een Zero Trust principe aan voldaan. Zero Trust is in feite niks anders dan iets niet vertrouwen. En daardoor alles moet controleren. Dus toegang, beveiliging, dat soort dingen. En dat doe je met de maatregelen die ik net allemaal heb genoemd. Dan misschien nog een puntje van aandacht voor de NIS 2 wetgevers. Wat ik altijd mis is een stukje volwassenheid. Ik zit ook vaak in volwassenheidsniveau van cybersecurity. Daar wordt geen uitspraak over gedaan in de NIS 2. Welk volwassenheidsniveau ze eigenlijk verwachten van partijen. En misschien ook nog per sector misschien verschillend. Dat zou misschien wel handig zijn om dat aan te geven, zodat ook partijen beter weten van waar moet ik nou precies op opteren. Want je kunt op niveau 2 gaan zitten en dan heb je wel voldaan aan die standaard. Maar ja, of het nou echt helemaal goed is, kun je wat afvragen. Maar er zijn misschien ook sectoren waarvoor volwassenheidsniveau 4 nodig is. En welke volwassenheidsstandaard neem je daarvoor? Want dat wordt natuurlijk weer een Europees verband. En elk land heeft ook weer zijn eigen volwassenheidsstandaarden waarschijnlijk. Dus dat is nog wel een punt van aandacht. Wat ENISA, dat is een adviesagentschap, een adviesorgaan voor de Europese Unie. Die heeft de opdracht in de NIS 2 om eens in de 2 jaar een soort van volwassenheidsscan over de verschillende lidstaten te doen.
om te kunnen vergelijken of alle lidstaten wel op hetzelfde niveau ongeveer denken. En denk je dan aan punten als awareness, is de burgerbevolking wel van het land wel voldoende aware? En dat soort zaken, dus daar zullen ze hun onderzoek op gaan toespitsen. Maar dat is ook in ontwikkeling, dat moet ze ook allemaal nog uitwerken. En als toegift voor dit kun je op onze site nog een poster vinden die we niet specifiek voor NIS 2, maar die was er al. Een aantal van jullie kenden hem ook wel, denk ik. Cybersecurity voor procesautomatisering, of industriële automatisering, zoals Rijkswaterstaat dat noemt. Daarin vind je ook handreikingen van hoe je dingen moet gaan aanpakken om je beveiliging op een hoger plan te krijgen. En als laatste werken wij samen met het Amsterdam Business Research Institute, onderdeel van de Vrije Universiteit van Amsterdam, voor een promotieonderzoek naar de impact van de NIS 2 direct op organisaties. En eigenlijk ook een oproep hier aan de mensen die hier deelnemen aan het webinar. Als je als organisatie mee wil doen aan het onderzoek, dan gaat contact opgenomen worden vanuit dat Research Institute om twee interviews met je te houden, zodat we een beeld kunnen vormen. Althans, niet wij als WKA, maar dat Research Institute een beeld kunnen vormen over de impact van NIS 2 in Nederland. Dus als je dat trek hebt om daarin mee te doen, dan kun je dat bij mij doorgeven. En dan zorg ik ervoor dat je contact krijgt met het Research Institute. Dit was eigenlijk, hiermee wil ik al gaan afsluiten. Ik weet niet of er inmiddels vragen zijn. Ja. Dankjewel, Koos. Helder verhaal ook. We hebben een paar vragen. En dat gaat met name over de certificering, waar je het zojuist over had. De eerste vraag, kort maar krachtig, is certificering verplicht onder NIS 2? Dat is een goede vraag. Certificering is niet een echte verplichting. Als je aan kunt tonen dat je beveiliging op orde hebt. Ik ben even wat voorzichtig daarmee. Maar ik denk als je kunt aantonen dat je beveiliging op orde hebt terwijl je niet gecertificeerd bent, dat je wel voldoet aan de NIS 2. Maar dit zou een mooie vraag zijn ook voor de toezichthouders. Hoe gaan jullie daar naar kijken? Hè? Verwacht je een certificaat? Ga je daar ook eisen aan de toezicht? Is dat een van de elementen? Of is als aantoonbaar is dat je beveiliging op orde hebt, hè, dat kun je dan waarschijnlijk aantonen, is dat ook oké? Ik zou dat een mooie vraag vinden ook voor onze toezichthouders om daar eens over na te gaan denken. Nou, laten we hopen dat ze meeluisteren. In NIS 2 wordt wel ruimte geboden om standaard certificering te implementeren. En ja, dat is dus nog niet uitgewerkt. Maar het kan zijn dat in de toekomst een standaard of een aantal producten zijn. Certificeringsproducten die wel van toepassing moeten zijn op essentiële en belangrijke entiteiten. Dat is dan misschien ook nog wel een mooie toevoeging, want waar je dan eerst twee ook naar kijkt, dat is die producten, waar komen die vandaan? He, dus ook van, is het product wel veilig, maar komt dat product misschien ergens uit een land waar we toch wat minder vertrouwen in hebben, en zou daar een achterdeurtje in zitten? Dat is nog wel een belangrijke toevoeging hier, denk ik, dat er dat element wordt meegenomen in de NIS 2, dat daar ook naar gekeken wordt van, zijn we in Nederland wel goed bezig met de juiste producten bij ons in onze vitale of kritieke infrastructuur te gebruiken, of willen we sommige producten ook niet? En ja, welke zijn dat dan? Nou, je kunt wel een beetje uittekenen welk land bedoeld wordt, wat ik hier nu zeg. En een ander element is ook de governance van bedrijven die in de toeleveringsketen zitten. Vallen die onder Nederlands of Europees regime? Of zijn die ook wat verder over de grens van landen waar we ook wat minder vertrouwen in hebben? En die dat misschien ook gebruiken als dekmantel om spionageactiviteiten te kunnen gaan doen. En daar hebben we dus pas ook bij Defensie nog voorbeelden van gezien. Wat dat betreft wordt ook daar aandacht aan geschonken vanuit NIS 2. Er is nog een andere vraag en die gaat nog iets specifieker in op de certificering. Dat gaat over NOREA, Beroepsorganisatie van IT-auditors. En die is bezig met het IT-verslag en vult daarbij een IT-verklaring in. En de vraag is in hoeverre dat een invulling zou kunnen zijn van de certificering voor NIS 2. Ja, dan kom je eigenlijk een beetje toch ook wat auditors doen. IC 3402-verklaring klinkt mij een beetje als die manier in de orde. Hè? Dat de auditors een verklaring afgeven dat jouw beveiliging op orde is. Hè? Dan denk ik toch even aan het formeel formaat IC 3402, SOC 1, SOC 2, met name SOC 2 in dit geval, verwacht ik, voor de kenners onder ons. Naast een certificering, hoe jij ervoor staat met jouw dienstverlening. Dus ja, ik denk dat het gewoon een goede zaak is.
Ja. Andere concrete vraag is, NEN 75-10. Zou dat ook genoeg zijn om te voldoen aan de NIS-2-eisen? Ik denk als je de NEN 75-10, zoals die nu ook staat, hè, als je daar volledig aan voldoet en daar ook gecertificeerd bent, dat je dan kunt aantonen met de aanvulling die ik net heb geroepen, zeg maar, hè, dus multifactor authenticatie, staat ook trouwens in de standaard, hè, dus als je dat ook allemaal hebt ingeregeld, dat je absoluut aan de NIS 2 voldoet, daar geloof ik zeker in. Daarom denk ik dat de partijen die onder de WBNI vielen en daar al ook een maatregel genomen hebben, dat die gewoon een voorsprong hebben op partijen die daar nog niet onder vielen. En dat, ja, eigenlijk moet iedereen, hè, zijn beveiliging goed op orde hebben, of je nou wel of niet onder de NIS 2 valt. Ik zou je aanbevelen om dan toch die beveiliging maar op orde te hebben. Ja. Maar ja, die NIS 2 geeft wel wat extra druk nu aan een grotere groep partijen om het dan toch maar te gaan doen, omdat het bestuur erop aangesproken gaat worden. En dat was voorheen niet zo. Ja. Althans minder. Ja, de druk wordt groter. Ja. Dus ook nog een vraag over degene die die druk zou moeten uitoefenen. Want welke toezichtshouder zou onder NIS 2 in beeld komen om dat toezicht te doen? En zou die voldoende capaciteit hebben? Nou, dit is, deze vraag heb ik al lang, ik heb niet die vraag gezien, maar ik heb natuurlijk al lang bedacht. Door die grote groep bedrijven die nu als NCL, SCL straks gezien worden. Ja, ik verwacht dat toezichthouders gewoon capaciteitsproblemen gaan krijgen. En nou, er zijn net al een aantal toezichthouders met naam en toenaam genoemd. Er komen er vast nog een aantal bij. Ja. Maar ik denk dat die heel snel moeten gaan werken om uiteindelijk deze wetgeving, om die ook op een goede, efficiënte manier, misschien ook efficiënte manieren bedenken. Ik heb een van de toezichthouders daar eerder mee geholpen. Om te kijken van hoe je dit het beste handen voet kunt geven. Zodat je als toezichthouder ook je werk goed kan doen. Dus allemaal kan bedienen. Hoe kijk jij tegen eerste? Ja, ik sluit hem bij Koos aan. Het zijn naar schatting zo'n 4000 entiteiten die onder die richtlijn vallen. En ja, al die toezichthouders moeten wel voldoende handen en voeten hebben om toezicht te kunnen houden. Inderdaad. Ja. We hebben op dit moment geen vragen meer in de chat. We hebben nog wel een klein beetje tijd. Zou je nog iets meer willen vertellen, Koos, over de onderwerpen die op de poster staan of gebeeld? Daar een korte toelichting op geven. Nou, ja, op zich, die poster die zou ontstaan bij een vitale organisatie die vitale infrastructuren. En daar ging het om de boodschap aan het management van jou, om daar de boodschap over te brengen dat cybersecurity toch wel belangrijk was. En dan zie je linksboven in de hoek van ja, wat zijn dan ook de zaken die je ook met een bestuurder zou moeten bespreken. En dan zie je ook continuïteit al helemaal bovenaan staan, continuïteit van de dienstverlening. Dat is natuurlijk voor een bestuurder is dat gewoon hartstikke belangrijk. En of dat nu verstoord wordt dat er een brand uitbreekt in de fabriek, dat er wateroverlast is, waardoor systemen uitvallen en je niet meer kunt werken. Of dat het door een cybersecurity hack komt. Kijk, er zijn allemaal verschillende invalshoeken. En cybersecurity begint daar natuurlijk een steeds belangrijker in te worden, met een veel groter afbreukrisico. Nou, als je dat gesprek met de bestuurder voert, dan heb je daar ook zijn aandacht. Daarnaast natuurlijk dat gele blokje binnen van ja, wat is dan ook maatschappelijk verantwoord? Hè? Wat vinden wij dat we maatschappelijk verantwoord dienstverlening moeten doen? Nou, de partijen die daar ook echt oog voor hebben en dat ook willen, ja, dan denk je ook van wat moet ik dan ook doen om te zorgen? Hè? Nou, dan zorg je dat ook je levensmiddelenproductie, dat daar niet een samenstelling in komt die niet klopt. Hè? Dus dan zorg je dat je kwaliteit van je productieproces ook gewoon goed is. Hè? En daar hoort dus veiligheidsmaatregelen zoals we hier besproken hebben, hoort daar ook gewoon bij. Nou, een dreigingsplaatje dat we geleend hebben van het NCC rechtsboven. Dat is tijdloos, kun je altijd gebruiken en kun je goed in kaart brengen. Je hoort voor dreigingen zie je bij mijn organisatie. Heb ik diezelfde dreigingen en wat doen we daar dan aan? Nou, en dan komen er nog wat een actieplan voor als je zeg maar wil gaan starten. Zoals ik net ook al wat aan heb gegeven. Standaarden staan erin. Verschil tussen IT en OT, ook altijd interessant, is nog steeds geldig. En ook een stukje toekomstontwikkeling. En dat gaat natuurlijk heel snel nu met AI. En AI staat trouwens, wordt ook genoemd in de NIS 2. Het zijn natuurlijk ook ontwikkelingen om in de gaten te houden van wat gaat dat voor ons, hè, voor mijn organisatie, betekenen. Ja, dat is iets waar we nog een andere keer wat dieper op in kunnen gaan. Ik denk dat er nog genoeg in zit om nog een volgend webinar nog een keer te doen. Ja, we hebben inmiddels nog een vraag binnengekregen. Het gaat er ook over wat gebeurt er als er meerdere mensen last hebben van één incident. Wie moet het dan melden?
Nou, dat is even de vraag vanaf binnen je eigen bedrijf. Dus meerdere mensen binnen het eigen bedrijf, dan hoop ik dat ze het proces zo hebben ingericht dat één persoon verantwoordelijk is voor het melden. Ja, bijvoorbeeld DigiD valt uit. En iedereen die DigiD gebruikt, heeft er last van. Hoe zit het dan met de meldplicht? Nou ja, goed. Dus met name van belang dat de entiteit zelf meldt ook. En niet per se de afnemers van de diensten van die entiteit. Maar het kan geen kwaad, lijkt me, om als je zoiets opmerkt, om meteen een melding te doen bij de bevoegde toezichthouders. Ja, als de uur voor zich is om te reageren op wat hij zelf ervaart. Ja, maar het is met name van belang volgens de NIS 2 dat de DigiD zelf een melding doet van het feit dat een incident plaatsvindt. Ja. Dus ook nog een vraag, en dat gaat over sectoren die graag samen een kader willen bedenken. Mogen sectoren die zijn aangewezen een eigen normenkader bedenken voor NIS 2, bijvoorbeeld net zoals de zorgsector en de N75-team? Ik denk dat daar niks op tegen is. Kijk, persoonlijk zeg ik van, we hebben al bekende standaarden die zijn toegespitst al op bepaalde technologieën, sector of soort van werken, zeg maar. Maar als het jou helpt om een wat meer specifiek op jouw sector in te gaan, ik denk even aan de ISO 27019, die ik niet genoemd heb in mijn rijtje, maar die is specifiek voor de energiesector. Dan is dat prima om daar wat meer specifiek aan te geven hoe je de invulling geeft aan die maatregelen. Hè, en welke specifieke maatregelen voor jou echt van belang zijn. Daar is absoluut niks op tegen. Alleen het certificeren tegen zo'n standaard is even iets lastiger, want die ouders hebben natuurlijk een normenkader wat geënt is op de standaard die daarvoor staan, waar je een standaard certificaat voor kunt krijgen. Dus dat is dan even iets lastig van wat voor certificaat geven we eraf. Hè? Is ISO 27019, als je dat gaat certificeren, krijg je dan een ISO 27001 certificaat. Nou, dat is, ja, dan moet je hem ook certificeren tegen de ISO 27001, denk ik. Ja. Dankjewel. De vragen zijn voor nu even opgedroogd. We naderen het eind. We hebben nog een klein beetje ruimte. Dus ik zie jullie alle drie eigenlijk nog een slotvraag willen stellen van waar moeten partijen volgens jullie nu echt op gaan letten bij de invoering van NIS 2? Dat is nu echt belangrijk om als eerste aandacht aan te geven. Ik denk dat Koos dat zojuist wel goed heeft benoemd. Dus alle risico's eerst in kaart brengen en dan ergens beginnen. En dat lijstje dat uit de presentatie van Koos, ik denk dat als je dat lijstje afwerkt, dat je al aardig eind op weg bent. Ja. En ik zou zeggen, wacht niet tot morgen, want je weet al gewoon dat je volgend jaar in oktober, dan zal, waar ik vanuit ook de Nederlandse wetgeving van kracht zijn, maar op dat moment moet je ook aan voldoen. Het is niet zo dat je daarna nog 2 jaar de ruimte krijgt om die wet te implementeren. Nee, de Europese Unie heeft gezegd, deze richtlijn, die NIS 2-richtlijn, die is vorig jaar december, is die van kracht geworden. Lidstaten krijgen tot volgend jaar de tijd, volgend jaar oktober de tijd, om de eigen wetgeving voor te maken, maar je weet nu al wat er moet gebeuren. He, dus hij is volgend jaar oktober, is die gewoon voor iedereen in die lidstaten, is die gewoon van kracht. He, en moet je eraan voldoen. Dus ja, wat dat betreft is het ook zaak om nu al te gaan beginnen. En de ene zal er verder mee zijn dan de ander. Maar te bezien van wat moet ik nog doen om nog meer te voldoen aan die NIS 2. Nou, vandaag hebben we daar een handreiking voor gegeven om dat wat verder inzichtelijk te krijgen. Ja, ik denk dat het ook zeker kansen kan bieden, want natuurlijk ook er echt aanscherpingen in die NIS-richtlijn staan. En laten we maar zien dat ook het belangrijker wordt dat het ook in de bestuurskamer natuurlijk terechtkomt. En dat het die meer ook gewoon een manier kan zijn om een organisatie wat meer aware te maken van de risico's. En dat er gewoon beter mee om wordt gesprongen. En dat je ook gewoon kansen aan kan, zoals we op een slide hadden staan over dat je gewoon goed qua reputatie en goed voor het bedrijf, dat je ook dit gewoon goed geregeld hebt. Dus ik denk dat ook gewoon helpen. Zelfs wanneer je twijfelt of je wel onder de NIS 2 valt. Ja, ja. Beveiliging is nu altijd belangrijk. Ja, tuurlijk. Van de NIS. Ja. Dankjewel. Ik heb nog één allerlaatste vraag die net binnenkomt. En dat gaat over certificering nog. Zijn er verschillen tussen landen in Europa onderling in de regels die betreft? Ja, nou dat is het mooie dat nu die NIS 2 gekomen is. Die is juist bedoeld om de landen meer eenduidigheid te krijgen door op hetzelfde niveau te gaan zitten. Dezelfde standaarden, hetzelfde ambitieniveau. Dat was in de WBN, deed ieder land, maar toch een beetje zijn eigen ding. En in de nationale wetgeving, die waren nogal verschillend van elkaar. Dus dat het ene land het wat zwaarder aanzet als het andere land. En met de NIS 2 beogen ze nu om alle landen een beetje op datzelfde niveau. Daarom hebben ze ook concreet gemaakt, waar, met maatregelen in de
in artikel 21 bijvoorbeeld. Van wij daar namelijk gaan denken om toch die poging te doen al die landen op hetzelfde niveau te gaan krijgen. Ik denk dat een mooie afsluiting is. Ja, dat denk ik ook. Nou, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. We gaan dit webinar natuurlijk op de website zetten. Het is opgenomen, komt binnenkort beschikbaar. Daarbij komen ook de slides nog beschikbaar. Die worden nog verspreid onder de deelnemers. Dit was de derde webinar in de reeks Impact en Implementatie. En er komt ongetwijfeld een vierde en waarschijnlijk ook wel een vijfde deel. Daar horen jullie meer van. Graag tot ziens. En voor nu bedankt voor jullie aandacht. Tot ziens. Tot ziens. Dag.